Op donderdag 26 oktober 1944 is Oosterwijk bevrijd. Die dag eindigde in Oosterwijk de Tweede Wereldoorlog. Zaterdag 27 oktober stond Oosterwijk stil bij de gevallen burgers en bevrijders met een korte plechtigheid op de begraafplaats bij de Sint-Peterskerk. Welkom aan alle mensen die de oorlog van nabij hebben meegemaakt, toen nog heel jong. Welkom aan nabestaanden van mensen die in de oorlog zijn gestorven. Welkom aan hen allen die stil willen staan bij de dood van de soldaten die zijn gestorven om ons te bevrijden van de Duitse bezetting. In Oosterwijk zijn 15 geallieerde militairen om het leven gekomen die ons dorp hebben bevrijd. Jonge mannen, ver van huis, ze liggen begraven op het kerkhof van de Peterskerk. Hun namen worden hardop voorgelezen en bij elke sneuvelde soldaat wordt een bloemstuk gelegd. We vieren vandaag de bevrijding van Oosterwijk en we gedenken de slachtoffers. Zo jong, zo ver van huis. Er waren meer slachtoffers. 18 burgers kwamen om bij de bevrijding. Vele van hen liggen hier in een verzamelgraf achter ons. Vrijheid geef je door. We zijn blij dat er ook elk jaar weer jongeren zijn die dat willen doen. Ik geef graag het woord aan Dion Dankers, de loco-burgemeester van Oosterwijk. Vrijheid geef je door. Don't take it for granted. Iedereen heeft zo zijn dagelijkse werkzaamheden. Het gezinsleven, sociaal leven, je werk enzovoort. Kijkend naar het heden, met het verleden in onze gedachten, welk woord komt dan in je op? Bij mij is het woord dankbaar. Dankbaar ben ik dat ik hier mag staan. Mijn opa's en oma's werden geboren in de jaren net na de oorlog. Zij kenden de oorlog van de verhalen die hun ouders vertelden. Zij gaven deze verhalen weer door aan mijn ouders. En mijn ouders weer aan mij en mijn broers. 3 generaties die mogen leven in vrijheid. Wij hopen dat deze vrijheid aan de komende generaties dat we deze vrijheid aan de komende generaties door mogen geven. Geallieerde troepen trokken Oosterwijk binnen en verjoegen de Duitse bezetter. Het ging niet zonder slag of stoot. 18 inwoners uit Oosterwijk werden bij de bevrijding gedood. Waaronder kinderen van 3 en 12 jaar oud. Veel mensen raakten ernstig gewond. De geallieerde troepen rukten op vanuit Moergestel en hadden aan het eind van de dag Oosterwijk bevrijd.